Dadbot! Nee, summer buddy. Ach, iedereen mag nu toch wel inmiddels een beetje een dadbot ontwikkelen. Ja, ik vind het gewoon niet zo aantrekkelijk. Ik vind het een beetje achterhaald dat iedereen meteen voor de zomer... Ik ga naar die eetpillen. Nee, ik zeg niet dat iedereen het moet, maar als ik moet kiezen... Hi, ik ben Leonor Koster en ik speel Lot in Dertigers. Leuk, ik kijk er al jaren naar. Ik ben namelijk Jelle de Jong en ik speel al 4 seizoenen de rol van Elias in de serie Dertigers. En wij gaan elkaar nu wat dilemma's voorleggen. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ontzettend leuk. Hier komt het eerste dilemma. Verhuizen voor werk of thuis voor familie? Nou, verhuizen voor werk met de familie. Ja, dat kan niet. Die blijven thuis. Nou, toch verhuizen voor werk. Ik kies thuis voor de familie, want de familie staat bij mij op 1. Verhuizen voor werk. Verhuizen voor werk. Verhuizen voor werk met familie. Stad of dorp? Stad. 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 Een dorp? Ik heb de stad wel gezien. Ik vind het wel mooi met de stad. Ik heb zin in een dorp. Lijkt me hartstikke leuk. Lekker met de, hoe heet dat, van die bussen, 's ochtends naar de buurman. En dan kan je dan melk inhalen. Van die bussen? Van die melkbussen. Huisgenoot of kind in huis? Huisgenoot. Ja, ik heb allebei, een kind in huis. Allebei liever niet, zou ik zeggen. Nee. Maar, liefst in een grot alleen. Ja, maar hoor. Goed, als het dan toch moet. En jij? Huisgenoot met een kind. Mooi. Ah. Een kind in huis, want ik heb een kind in huis. Ik heb er 2. Ja. Een zoon en een stiefzoon. En ze zijn allebei in huis, dus daar kies ik voor. Ja, ik zou ook kiezen voor een kind in huis, want een huisgenoot is een vreemde en een kind niet. Maar die huisgenoot kan een goede vriend worden. Kan, maar dat weet je niet van tevoren. Nee, dat is zo. Oké. Okay. Uitgaan of op de bank? Uitgaan. Ja, ik ook. Ja. Genoeg op de bank gezeten. Ja? Ja. Oh, jij zit helemaal als ik heel eerlijk ben over mijn laatste paar maanden. Ja. Maar ben je tevreden mee? Nee, maar zaterdag was ik uit. Was gewoon heel leuk. En toen heb ik ook weer gedronken. Het is ook leuk. Maar dan het is kun je er ook weer voor weken tegenaan dat je gewoon weer lekker op de bank gaat zitten. Ja, ja, dat snap ik helemaal. Ja. Je moet het ook niet elke avond doen. Nee? Nee. Op de bank. Ja, bij mij ook. Ja, prima. Uitgaan, dat was 10 jaar geleden. Daten met een 20er of daten met een 40er? Ja, dat is een belangrijke. Ja, toch liever met een 40er, want dan heb je een beetje dezelfde muziekdingen. Anders moet je echt dingen gaan uitleggen, dan wordt het heel gênant. Ja, dus ik denk dat het als het gaat over daten, dat is wat meer steady, zeg maar. Dan zou ik ook zeggen 40er. Ik ben namelijk met een 40-plus vrouw getrouwd. Maar als ik een nachtje rammen, zou ik een 20er kiezen. Rammen. Ja. Ik ga voor een 40er. Wijsheid. Geen vreemde ruzies meer. Ja, ik ga toch voor een 20er. Ja, dat snap ik. Dat weet ik. Ja. Maar ja, jij bent met een 20er. We zijn allebei met een 20er. Ja. Oh ja! Ja. Nou, jongens. Ja. En dan gaat maar het ook ik heb ook met 40ers gereden, vond ik ook leuk. Het kan allemaal toch? 30ers moet je alleen niet meer doen. Nee, 30ers nee, moet je even oppassen. Dat moet je niet doen. Ha. Af en toe een pilletje of helemaal clean? Af en toe een pilletje. Helemaal clean. Wauw. Nee, ik ga gewoon als. Ik heb bedacht dat ik als oma alles ga doen. Dat doe je dus later. Ja, want dan maakt het niet meer uit als ik dood ga. Eraan. Je gaat er niet aan dood. Jawel, ik ken allemaal mensen die eraan dood zijn gegaan. Af en toe een wodkatje. Geen pilletje? Nee. Oh, af en toe een pilletje? Nee, dat heb ik ook achter me gelaten. Ik ben best wel sober, dus daar ga ik wel goed op de laatste tijd. Monogamie of open relatie? Ja, ik ben monogaam. Maar ik zie wel succesvolle open relaties om me heen, eerlijk gezegd. Ik zeg ook open relatie. Ja. Om het lang met elkaar vol te houden. Ja. Ja, een beetje afwisselen binnen dezelfde relatie. Dat lijkt me ook vet. Nu zijn we monogaam. Nu zijn oh we, zo, ja, ja, dat je een beetje switcht. Ja, nee, ja, maar dat en snap dan, ik ook. En dan wel alles in overleg. Ik dacht rollenspellen. Nee, ook leuk. Iemand tegen het lijf lopen. Dat lijkt me gewoon ideaal. Monogamie. Ja, ik denk het ook. Maar volgens mij is er ook probleem. Heel veel te zeggen voor open. Is I don't know. Hartstikke leuk, maar beter van niet. Opnieuw naar school of met pensioen? Met pensioen? Ja, ik zou opnieuw naar school willen. Nee, ja, echt. Ik ben gewoon een nerd. Ik wil heel graag weer aardrijkskunde. En oh, ik wil dat allemaal weer leren. Nee, ik wil lekker mijn pensioen. Het is klaar. Maar ja, gewoon, ja, heb jij goed je best gedaan? Op ja, heel goed. Allemaal hele goede cijfers. Ja, ik had ook wel goede cijfers, maar het is gewoon allemaal weg. Ik weet niks meer. Je kan toch googlen? Opnieuw naar school. Je bent nooit oud om te leren. Saai, nu met pensioen? Je hoeft niet te stoppen met leren, hè, als je met pensioen gaat. Maar ik vind school zo heftig. Je stiefkinderen laten daten. We hebben allemaal geen stiefkinderen, sorry? Toch? Die snap ik niet. Ja, je stiefkinderen. Oh, met elkaar. Oh. Dus je hebt een samengesteld gezin. Ja, twee van die... Van, omdat dat worden verliefd serie op elkaar. Ja, nee. Ja, ja, tuurlijk. Ja, hoe kun je dat nou tegenhouden? Nee, tuurlijk. Liefde is liefde. Ja, dat zou ik nooit doen.
Ik ken namelijk een koppel dat had iets en daarna kregen de ouders iets met elkaar. Dat was super raar. Ja. Want toen opeens waren ze stiefbroer en zus, terwijl ze gewoon al jaren met elkaar in bed lagen. Heel wonderlijk. Maar als dat niet het geval is en je bent samen, dan zou ik het absoluut niet stimuleren. Ik vind het een rare film. Ja, ik denk dat het vooral heel ongemakkelijk zou zijn in huis. Als die kinderen dan met elkaar... Ja. Summer Body of Dead Bud? Dead Bud! Nee, Summer Body. Ach, iedereen mag nu toch wel inmiddels een beetje een Dead Bud ontwikkelen. Ja, ik vind het gewoon niet zo aantrekkelijk. Ik vind het een beetje achterhaald dat iedereen meteen voor de zomer... Ik ga naar die eetpillen. Nee, ik zeg niet dat iedereen het moet, maar als ik moet kiezen, dat is het dilemma. Ja. Maar vooral om in bed te hebben, zeg maar, naast je. Om zelf maakt het me niet zo uit. Nee, en daar gaat het fout. En daar gaat het echt fout. Nee, dat uiteraard, dat snap ik. Ja, nee, ja, ik heb een dead butt. Verder hoeven we het er niet over te hebben. Maar wacht even, we moeten het hier wel over hebben, want een summerbot of een deadbot, dat is dus alleen maar, het gaat alleen maar over mannen. Dus gewoon wat ik dan wil. Oh ja, precies, ja. Ja. En in jouw geval wat je wil zijn. Nee, ik heb een deadbot en er is niet zoveel meer aan te doen. Dat is niet waar. Het is wat het jij leeft geen deadbot. Maar luister, en jij, wat wil jij dan? Ik wil dan dat mijn vriend gewoon een summerbody heeft. Natuurlijk. Ja, logisch. Gewoon sowieso anybody. Ja, een twintiger of een dertiger? Twintiger. Toch wel. Wat vond je leuker? Twintiger heeft toch ook zo zijn charme. Gewoon maar door die stad rennen en maar bedenken waar je ooit gaat landen. En hoe dat allemaal dan zal uitpakken. En vrienden die altijd ook in zijn om alles te doen. Niemand heeft nog kinderen, iedereen is vrij. Maar ik kies toch voor de dertiger. Ja, ik kies ook voor de dertiger. Ja, ja, het is toch... Het is toch veel leuker als dertiger. Ja, ik vind dat eigenlijk ook. Ja. Ik vind het een leuke serie ook, dertiger. Je kan trouwens streamen bij BNN Vara op NPO+.